In het kader van het 25-jarig bestaan van Lander TV kijken we met een zekere regelmaat terug op de voorbije jaren aan de hand van fragmenten van oude uitzendingen. En ook deze keer is er weer een variatie aan onderwerpen in een kort tijdsbestek te zien. Paarden en hoefijzers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is er iemand nodig die die koppeling tot stand brengt. Dat is de hoefsmid. De Zeelander Frenk van Hout, dat is zo'n hoefsmid. We zijn vandaag te gast bij de familie Stroeken, waar hij een groot Belgisch werkpaard moet beslaan. Frenk, wat deed jou ooit besluiten om hoefsmid te worden? Nou, dat is namelijk zo. Het was eerst mijn hobby en toen werkte ik bij een hoefsmid. Ja. En zodoende ben ik eraan gekomen. En toen waren er niet genoeg leerlingen en zo. Want we moesten er 8 hebben en er waren er niet, dus zodoende ben ik erin gerold. Eigenlijk min of meer toevallig? Ja, ja. Hoe lang is het dan geleden? Ben je? Dat was in 63 ben ik geslaagd, hoefsmid. Ja. Ja. Waar heb je die opleiding gehad? In Haren, bij Vught. Dus is tegenwoordig in Duren ook een opleiding? Ja, nou wat wel, maar toen was dat gewoon, deed dat gewoon een smid. Oh, die was hoefsmid en dan leraar hoefsmid en dan ging ze dat leren. Ja, ja, ja. Dus je leerde het eigenlijk gewoon in de praktijk? Ja, ja. Weinig theorie? Weinig theorie, ja. Ja. Gewoon haken. Een beetje weg, dan blijven de spijkers beter zitten. Dan spijlen we ze daar gelijk af. Ik zal een briefje aan de politie geven, kan je weg. Zou het op? Nou, zou je het wel weten. Ook veel publiek is hier aanwezig. Fanfare Concordia uit 1910. Hoeveel deelnemers er zijn, dat weet ik ook niet. Maar ze hebben heel goed weer gehad hier in Schaik van de Week. De zon schijnt lekker. Jonk en oud doet er aan mee. Richting Sporthal De Eegd. Vele bloemen krijgen ze aangeboden door moeders of de vriend of vriendin, net wie er mee loopt. Kijk, oma, de hoeveelste keer hebben jullie meegedaan? Ik heb voor de 3e keer meegedaan. 7e keer? En ik er een 11e. Ik span de kroon, hè? Dan moet daar iemand de kroon spannen. Ben je de beste dan? Ik weet de weg, ja. Ook naar huis ook, hoor. Ja. Ja. Goed. We gaan even weer kijken. Bedankt, hè. Hier op de wagen staan dan de eerste en de tweede en de derde prijs van de avond Vierdaagse 1993.
die we zo dadelijk mee gaan maken. Gerwin, zorg dat je je bril goed bijhoudt, jongen. Een ander evenement dat in 1993 plaatsvond was de wielerronde, waarin 40 bloedende amateurs in 18 ronden streden om de eerste, tweede en derde plaats. Na afloop werden de winnaars op passende wijze gehuldigd. En daar heb je de start. Dat jullie allemaal het allerbeste doen. Maak er van Borstel. Voor de leidersprijs hier te verdienen. Eerste punten direct de ene van de mannen naar het trico van Hooi. Rotterdam dacht ik dat het was. Maar dan zeg ik eens weer meekijken. André Grasveld uit Zoetermeer. Met de Jacques en Tony Hoogte naar voren. De boerschap de mannen de nationale drieke. We krijgen met de valpartij gemeld. We zoeken de EHBO om het te parcours een kijkje te gaan nemen. We zien direct dat er een oud wordt gereden hier bij de amateurs bezig. Ze hebben er zin in. Ze hebben allemaal zin in die winkelprijzen die vandaag verdienen zijn. Met de... Ja, het is het Gerwin Slingeland. Vandaag winnaar in de schijf. En wie wordt er tweede? Gaan we met u mee bekijken. We zijn hier op een tweede plek. Noteren we de man Martin Opdam. De derde wordt hier Marcel Collijn met het nummer 23 op de Zoetermeer is er vandaag weer aan geworden. Hij kwam zag en overwonnen was vandaag die divisie voor Gerwin Slingeland en Zoetermeer. Applaus hier van 1, 2 en 3. De groep die komt elke donderdagavond bij elkaar op Zevenhuizen. Zijn jullie er ooit bij of weten jullie wat daar dan gebeurt op zo'n avond? Nou, we weten wel ongeveer wat er gebeurt uit de verhalen die we van hun krijgen, maar op zich zijn wij daar niet bij. Nee. Wat doen ze op zo'n avond? Nou, ik denk dat het zo meteen in het filmpje wel te zien is wat er zoal op zo'n avond gebeurt. Ja. Dus lang niet altijd alleen oefenen. Ja, bij kwartjes volle geven, voor schrik en lol het leven. We zingen en acteren en we lullen maar waar. Wil de gul je ook beleven, dan luister maar eens even. Drinken, lachen, zingen, blijf nog kwartjes vol pakken. Drinken, lachen, zingen, blijven, kwartje voor het fortuin. Yeah!
Lander TV was aanwezig bij het jaarlijks terugkerende familietoernooi dat wordt georganiseerd door voetbalvereniging Vestilent. Aan dit toernooi kan iedereen die belangstelling heeft deelnemen. Zowel dames als heren elftallen werpen zich vol vuur in de strijd. En voor niet-deelnemers is het gezellig vertoeven op het terras bij het fraaie sportpark De Bundel. Reek ontmoet Reek. Het is vandaag 13 september en begint met een heilige mis met drie heren hier op het Kennedyplein. En dat kan hier zijn met elkaar, dat kan ook naar buiten zijn. Dat is de uitdaging ook van het mens zijn, het leven met elkaar op die levenstocht in te vullen. Dan vullen we ons leven ook in, dan geven we het inhoud. Zoals God van ons verwacht, ook mag verwachten. Ontmoeting. Zal het vandaag ook niet zijn een stuk dat je de aard, het karakter, de persoon, de mens, wie je bent...